Welkom bij Vera Deen. Laten we starten met beenoefeningen voor zware benen. Een zittend leven zijn de belangrijkste vijanden van onze benen. Laten we starten met de eerste oefening en dat is heel hef. We hebben 5 series van 10 herhalingen. Laten we starten met de voeten bijeen. Voeten bijeen. En we heffen 10 keer de hielen op, ja? Tenen tegen elkaar en hielen iets verder van elkaar. Laten we starten. 1, 2, 3, 4. We nemen de armen bij, een bicepsbuiging. 6, 7, 8, 9 en 10. Breng de voeten op heupbreedte. Niet verder dan heupbreedte. Laten we dezelfde oefening doen. Armen langs het lichaam en we starten. 1, 2, 3, 4, 5. We nemen de armen bij, zijwaarts opheffen. 7, 8, 9. En 10 en los naar beneden. Nog iets verder de voeten uiteenzetten, iets verder dan heupbreedte nu. We herhalen de oefening. Ja, handen langs het lichaam en terug. 1, 2, 3 en we nemen een opwaarts roeien erbij. Opwaarts roeien, armen eventjes meetrainen. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nog iets verder. Onze vierde serie. We hebben er 5. We buigen lichtjes door de knieën en de tenen wijzen naar buiten, schuin naar buiten. Wij herhalen de oefening. Ja. Nu houd je de handen op de heupen en we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En voeten bijeen. Ik zal me op de zijkant zetten, zodat jullie kunnen zien. We buigen lichtjes door de knie, iets dieper, hè? Zo'n 45 graden, zo'n stoel. We gaan op een stoel zitten. Ja, we houden een beetje ons evenwicht. Neem een stok of een stoel en we heffen de hiel op 10 keer. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dat was al zwaar. Onze benen zijn goed doorbloeid. We hebben onze benen goed laten pompen. We gaan nu naar de grondbewegingen. De volgende bewegingen zijn allemaal grondbewegingen. We hebben hiervoor ook een kussen nodig. Laten we naar de vloer gaan. Kniel neer. Voilà. Kom in ruglig. Voor de tweede oefening de trapbeweging. Voor tegen zware benen. Breng je benen omhoog. Buig de knieën op 90 graden. En laten we 20 maal de trapbeweging doen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en nog 10. 10, 9, 8. 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 en los. Rustig inademen, ontspannen. Breng de knieën naar de borst en ontspan. Tientallen, goed in- en uitademen. Strek de benen naar boven. Houd de tenen naar boven gericht. Spits de tenen naar boven en probeer de benen zo recht mogelijk te houden. Haaks op de heupen. Laten we starten. We gaan de tenen gaan cirkels maken. Alleen de tenen. 1, 2, 3. Mooie cirkels maken met de tenen. Het hoeft geen grote beweging te zijn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En wissel van kant naar de buitenkant. Mooie cirkels maken. Het hoeven geen grote bewegingen te zijn. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan de benen. Breng de knieën naar de borst en ontspan. De laatste oefening. We gaan met de benen tegen een muur liggen. Kom recht. We hebben de muur, de mat is tegen de muur. Gebruik een kussen voor uw billen op de kussen te zetten. Kruip zo dicht mogelijk tegen de muur. Breng je benen omhoog. Kom in ruglig en draai. Oké. Goed voor zware benen. En rustig inademen. Rusthouding. Ontspannen en rusthouding voor de benen en de rug. Dit was de laatste oefening. We blijven nog even in deze houding. Een omgekeerde houding. Een toestand van rust en herstel. Helpt de zwelling in de benen te verminderen. Rustig in- en uitademen. Ontspan. In deze houding breng je je rug in een natuurlijke houding. En help je je lichaam om te ontspannen en je rugpijn te verlichten. Deze houding is ook goed voor de geest te ontspannen en dingen los te laten. Uit de houding komen, buig de knieën, rol naar ene zijkant, uw hand op de grond en duw u omhoog. Zo. Dit was het voor vandaag. Een workout voor de benen, maar zeker voor senioren. Dag!